Waarom Collision 6 het Glory Event van het jaar is, in 2 minuten. We beginnen de avond met 3 gevechten in de prelims, waarin 6 topvechters uit House of Glory het tegen elkaar opnemen. De main card begint met een knalgevecht tussen de vedergewichten Sheik Moussa en Abraham Vidales. En wordt opgevolgd door een rematch tussen de grootste talenten uit de welterweight divisie. Jay Overmeer tegen Chico Kwasi. Chico zoekt wraak voor zijn verlies in de eerste partij toen hij door een fantastische hoge trap naar het canvas ging en verloor van de man die ook wel Baby Rico wordt genoemd, Jay Overmeer. Vervolgens 3 bloedspannende partijen met Ibrahim Elbouni, Serkan Özcalian en Hamisha, die altijd zorgen voor vuurwerk. En dan het eerste titelgevecht van de avond in het middengewicht, Donovan Wisse tegen Michael Boapea. Dit gevecht had plaats moeten vinden op Glory 89, maar kon door ziekte van Wisse niet doorgaan. Iets waar Boapea weinig begrip voor had. Laat het me weten wanneer je niet meer bang bent, zijn zijn woorden die de rivaliteit alleen maar aanwakkert. Na het eerste titelgevecht is het tijd voor het co-main event. Wederom een strijd om de titel, maar dit keer in het licht zwaargewicht. Donaghy Abena zou vechten tegen Tariq Gbebes, maar de tank brak een duim en dus mag Mo Tousasi een gooi doen naar de titel. Tousasi maakte op indrukwekkende wijze zijn debuut tijdens Glory 89 en wordt ook wel de nieuwe Badder genoemd. Weet hij, net als Badder, 20 jaar geleden zichzelf op de kaart te zetten door last minute in te vallen tegen een topvechter? Of blijft Abena hem de baas en kan de vete tussen Gbebes en hem uiteindelijk toch worden uitgevochten? En dan het main event. Rico Verhoeven tegen Tariq Ozaro. We hebben 2 lange jaren moeten wachten tot de King of Kickboxing weer in de Glory Ring stapt en nu is het zover. Hij verdedigt zijn titel tegen reizende ster Tariq Ozaro, die glansrijk een 4-mans-toernooi won en tijdens Collision 5 Antonio Placibat tegen het canvas sloeg. Reden genoeg om zaterdag 4 november alles aan de kant te schuiven voor Glory Collision 6. Kijken dus vanaf 6 uur 's avonds bij Videoland. It's time for...